Nu is het wel zo dus dat in dat rapport dat van de dialooggroep er wel is aangegeven dat er een herstelfonds moet komen en wel per 1 januari 2023. En dit betekent dus dat wij nu aan de slag moeten om in een onderhandelingsproces te treden met de Nederlandse regering van wat wij verstaan onder herstel. Een mensenleven en menselijk leed kan je niet in geld uitdrukken. Maar wat je wel kan doen, is een referentiekader hebben. En we hebben aan de mensen in Nederland medegedeeld dat ons referentiekader niet is een paar honderden miljoenen, maar we moeten beginnen te denken in miljarden. Omdat alleen maar de lonen die niet zijn uitbetaald aan de mensen die tot slaaf zijn gemaakt, inheemse en Afrikanen, dat als je de netto contante waarde, dus de waarde nu van wat de mensen toen hadden moeten verdienen, en dan vergelijk je het met gelden die mensen in de westerse wereld toen verdienden, dan praat je al over meer dan 20 miljard euro. Dus laten we dat in ons achterhoofd houden en dan beginnen te praten over een programma voor herstel dat tenminste 25 jaar moet duren. Tenminste 25 jaar. Wat is er gebeurd sedert 2019 en met name dit jaar? Allerlei groepen beginnen op te staan. En naarmate wij gaan naar het proces van herstelbetalingen, kan ik u zeggen dat er misschien nog 25 anderen erbij komen. Ja? Een punt is nu dat ook de Nederlandse regering wil praten over afwikkelen van het slavernijdossier. En daarna het dossier van contractarbeid. En hierdoor, omdat de mensen nog niet echt aan tafel zijn gaan zitten blijkbaar, zie je dus dat de Nederlandse regering haar besluitvorming neemt en onze regering eigenlijk niet weet hoe je ermee om moet gaan. En nu is het besluit genomen, heel duidelijk door de Nederlandse regering, van het gaat bij ons nu om inheemse en Afrikaanse, dus misdaden die we tegen die groepen hebben gedaan. En de excuses heeft men dus ook op basis van dat uitgangspunt gericht op die club. Weet u? En hier in Suriname moeten wij de zaak nog recht trekken. Dus het gaat in feite erom, dus dat nu die kwestie is aangepakt van de inheemse en de Afrikanen en dat vervolgens het vraagstuk van de contractarbeid zal worden aangepakt. Dat is de opinie.